totale paniek bij linksliberale politici en de media. Ze komen niet veel verder dan omstreden en propaganda. Niemand heeft het gemist, het interview van Tucker Carlson met Poetin. Wij horen namelijk al 2 jaar lang dat dit onze oorlog is. Dat Poetin heel Europa over wil nemen en er gaat miljarden van ons geld naartoe. Poetin vertelde zijn kant van het verhaal. Een onderdeel daarvan is dat er duidelijke afspraken lagen met de NAVO. Ze zouden geen centimeter opschuiven naar het oosten, maar dat deden ze toch. Zogenaamde liberale Rusland-experts zeggen zonder te kijken dat alles gelogen is. Hoe kun je nou weten dat alles gelogen is als je niet eens kijkt? De EU wil een inreisverbod voor Tucker. Hij wordt bedreigd en mensen roepen op hem op te sluiten. D66 gaat nog verder. Er is geen limiet aan de wapensteun voor Oekraïne, laat Ollongren weten naar aanleiding van dit interview. Paternotte noemt het een dictatoriaal interview. Weet je wat pas echt dictatoriaal is? Censuur en een journalist een inreisverbod geven omdat hij zijn werk doet. Ik dacht dat het Westen zo voor vrije, onafhankelijke en pluriforme pers was. Tot je onwelgevallige geluiden aan het woord laat, dan moet alles weggecensureerd worden. Propaganda heet zoiets. En waar zijn jullie zo ongelooflijk bang voor? Het Westen heeft toch de waarheid in pacht, of toch niet?